Ja. Nou, hier gaat het gebeuren. Het boek gaat in eerste instantie over puur overleven. Dat je gewoon nooit moet opgeven, zolang je van jezelf maar het gevoel hebt dat er nog iets te winnen valt. Ik ben Michel Exel, geboren Almeloer ben ik. Werkzaam als industrieel schoonmaker in Oldenzaal. En doe ik af en toe aan sport. Veel trainen, een beetje hardlopen en dergelijke. Oké, je hebt onlangs een boek geschreven. Ja, dat klopt. En hoe luidt de titel? Dansen met de duivel. Oké, dat is een beetje een morbide titel. Kun je die uitleggen? Dansen met de duivel, die verwijst eigenlijk naar een film die ik ooit gezien heb van Nicolas Cage, 8mm. En daarin vertelt hij ook van wie met de duivel danst, die verandert de duivel niet, maar de duivel die verandert jou. Nou, ik heb een tijdje dus ook in de muziek gezeten en kwam het succes me eigenlijk een beetje tegemoet. Veel geld verdienen, ik kreeg op een gegeven moment heel veel aandacht, drank. Op een gegeven moment natuurlijk ook vrouwen, kom je in contact. En van het ene verleiding kom je in het andere verleiding. En op een gegeven moment dus ook drugs. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En ik heb het boek eigenlijk gemaakt voor mijn kinderen, omdat ik in die tijd behoorlijk op het randje leefde. En ik dacht dat ik niet meer lang zou leven. Ik had zelfs mijn eigen kennis al ingelicht van als mij iets overkomt, zorg in ieder geval dat mijn kinderen de brieven krijgen die ik geschreven had. En toen langzaam maar zeker is toch een boek ontstaan. Om toch ook dingen te vertellen aan andere mensen. Om hun te vertellen van hoe ze dat moesten doen. Maar meer om mijn eigen verhaal te vertellen van hoe ik in ben gekomen. En hoe ik er ook weer eigenlijk uit ben gekomen. Het boek is helemaal klaar en ook helemaal af. Kun je in twee zinnen beschrijven waar het boek over gaat? Over het algemeen wat ze zeggen van het boek is dat ze het eigenlijk in één keer willen uitlezen. Voor sommige mensen die de drugswereld niet kennen, de muziekwereld niet kennen, die vinden het behoorlijk heftig. Maar ook mensen die mij gewoon een beetje oppervlakkig kennen en die lezen dan het boek, die geloven bijna niet dat ik zo'n heftig leven heb gehad. Maar ik heb ook bepaalde dingen in het boek verwoord, ook hele persoonlijke dingen, om het ook echt geloofwaardig te zijn. In ieder geval weten van dat het allemaal echt naar waarheid is gebeurd, zeg maar. Nee.